De afschaffing van de slavernij wordt op 1 juli herdacht. Blanke mensen zijn ook slaaf geweest in het verleden. De slavernij bestaat nog, alleen daar hoor je ze niet over. UN predicts disaster if global warming not checked. Heel duidelijk, de Verenigde Naties bracht in 1989 naar buiten dat we nog 10 jaar hadden. Nog 10 jaar hadden we. Knettergek zijn we aan het worden, het houdt maar niet op. De uil van Minerva. You are never too small to make a difference. You are fake news. Welcome to the Brexit party. Caroline? Het was Jensen. Hallo en welkom weer bij alweer aflevering 8 van deze Jensen Online TV-show. En ik heb je vorige week beloofd dat ik zou vertellen wat onze toekomstplannen hiermee zijn. Nou, ik heb meteen al goed nieuws. Wij gaan vanaf eind augustus niet minder Jensen doen, maar we gaan meer Jensen doen. Wij willen van dit een maandag tot en met vrijdag ervaring maken. Dus dat je eigenlijk gewoon iedere werkdag dit geluid te horen krijgt. Want het is natuurlijk het belangrijke geluid. Het is het echte geluid, het geluid van gezond verstand en ook het winnende geluid. Het geluid van nu, maar ook het winnende geluid van de toekomst. En dat willen we gewoon eigenlijk iedere dag doen. Jullie hebben erom gevraagd. Wij zijn keihard aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. Daar gaan we vanaf eind augustus mee beginnen. Ik ga daar straks in de laatste ronde nog meer over vertellen. Maar dan weet je tenminste dat dit onze plannen zijn. Dat weet je dan nu al. En ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Straks daar dus meer over. En je weet, we kunnen dit alleen maar doen dankzij jullie steun. En de steun afgelopen week was weer fantastisch. Daar wil ik jullie voor bedanken. Maar we hebben het nodig. Want anders kunnen we dit allemaal niet doen. We gaan hier met volle energie in. Ik ga hier met volle commitment in. En jullie ondersteuning is essentieel. Dus dank daarvoor. Ga naar www.jensen.nl. All right, let's get this show on the road. We beginnen meteen met een heel moeilijk en gevoelig onderwerp. Maar wel een onderwerp dat belangrijk is om eens te bespreken. Er was deze week een slavernijherdenking in Amsterdam. En dat is natuurlijk omdat je weet het, je hoort het wel eens. Wij zijn natuurlijk het meest verschrikkelijke land. Wij hebben ons zo misdragen. Wij moeten ons zo schamen. Wij zijn echt het ergste van het ergste. Wij hebben zoveel foute oorlogen gevoerd. En wij zijn echt verschrikkelijke mensen. Dus dat moeten we constant aan herinnerd worden. En ik wilde daar eigenlijk, toen ik het hoorde, zelf naartoe. Maar ik was te laat. En ik dacht, ik had zo graag die mensen willen spreken. Maar het verbaast me ook weer helemaal niks. Onze goede vrienden van Up Network, die waren er natuurlijk wel. En daarom hebben we hier Shashi, die staat in Den Haag. Shashi, hoe is het met je? Hey Robert, ja goed hoor. Gaat heel goed met mij. Ja. En jij bent natuurlijk gegaan en dat is heel goed. En je filmpjes staan op YouTube en ik heb daarvan genoten. maar dit was echt een... Was dit een herdenking? Of was dit een reden om voor Halsema maar om haar excuses aan te bieden namens de stad Amsterdam? Want dat speelt volgens mij ook, hè? Ja, klopt. Nee, dit was een herdenking. Dat is elk jaar de afschaffing van de slavernij wordt op 1 juli herdacht. Kitty Kotti, het verbreken van de ketenen. En er wordt herdacht eigenlijk dat de slavernij is afgeschaft in 1863. Eigenlijk ging het nog 10 jaar door met staatstoezicht. Dus eigenlijk officieel waren in 1873 de slaven officieel vrij. Dus we hebben het niet over 1973, maar 1873. Of 1873, ja, 1873. 1873. Nou, ja, dus eigenlijk dus 1863, maar het ging nog 10 jaar door. Dus het wordt dus 1873. We geven ze 1873. Het ding is, kijk, ik zie zoveel uit Amerika overwaaien hier naartoe. Klopt, en het gaat tegenwoordig sneller dan ooit tevoren. En ik vond altijd, nou, op zijn minst hebben wij die hele slavernijdiscussie een beetje in proporties. Maar nu zie je, want de druk is nu heel groot aan het worden, dat wij als Nederland of de Nederlandse regering nog een keer excuses gaat aanbieden. Klopt. En natuurlijk, herstelbetalingen is nu ook in het spel, toch? Dat willen toch heel veel mensen. De druk wordt steeds groter, toch? Klopt, ja. Dat is de volgende stap. Kijk, nu zijn er dus gesprekken gevoerd. Want de Amsterdamse gemeenteraad die wil eigenlijk dat het Amsterdamse bestuur zijn excuses gaat aanbieden. Dus er zijn nu gesprekken lopende om te kijken wat de juridische consequenties zijn voor het aanbieden van excuses. Zodat er volgend jaar excuses wordt aangeboden namens de stad Amsterdam.
En ik heb altijd met die excuses, ik weet niet hoe jij hierover denkt, Shashi, maar excuses. Het is zo'n symboolpolitiek. Ja. Wat is dat nou, excuses? Ja, dat is in principe, Nederland heeft als het goed is al spijt betuigd, maar nu willen ze dus excuses. En dat is eigenlijk een manier om de deur te openen voor die herstelbetalingen. Ja. Ja, dat is het eigenlijk in wezen. Ze willen gewoon geld zien. Het gaat dus uiteindelijk gewoon weer om geld. Ja, ja. Jij hebt een aantal mensen gesproken daar en het is fascinerend om te zien. Het is fascinerend. Ik heb even twee fragmentjes. Die herstelbetalingen, want dat lijkt het wel op. Het gaat om geld. Ja. En sommige mensen zijn daar heel erg voorstander van. Laten we even kijken. Op het moment dat Amsterdam dus excuses gaat aanbieden, dat er ook herstelbetalingen betaald moeten worden. We hebben recht erop, hè? We hebben recht erop. We hebben recht op die herstelbetaling, jawel. Kunt u uitleggen waarom? Overhandse voorouders. Mm-hmm. Maar hun die houden steeds het geld. En alle soorten smoesjes. Daarom krijgen we het niet. Maar we hebben recht erop, hoor, meneer. Ja, zij is duidelijk voorstander van Shashi. Had jij het idee dat de meeste mensen dit wel zo zagen daar? Of, ja, de meeste mensen die wij spraken, die waren wel voor herstelbetalingen. Maar het probleem eigenlijk met die herstelbetalingen is, dus aan wie ga je dus terugbetalen? Want heel veel van de nazaten van de slaven, die hebben ook gewoon blanke voorouders. Dus in één familie, bijvoorbeeld in één Surinaamse familie, heb je eigenlijk ook al blanke mensen zitten, blanke voorouders. Dus dan heb je dader en slachtoffer in één familie. Dus het wordt heel gecompliceerd aan wie je dan gaat betalen. Ene kant van de familie wel, andere kant dus niet. En hoeveel ga je dan betalen? En uiteindelijk, wie betaalt er? De belastingbetaler. En er wonen de helft van de Surinaamse bevolking, die woont dus eigenlijk in Nederland. 500.000 in Suriname en de rest woont in Nederland. Dus ja, de Surinaamse gemeenschap betaalt dus zichzelf uiteindelijk ook. Oh ja, dat is ook nog wel. Ja, zeg maar het gedeelte wat belasting betaalt, zeg maar. Precies, het gedeelte die... Ja, precies. De mensen die belasting betalen. Zeggen, maar dat geldt voor alle kanten. Dat geldt voor iedereen die belasting betaalt. Nee, niet iedereen betaalt belasting. Maar. Precies, maar het grotere punt is eigenlijk... Kijk, je hebt altijd wel mensen die klagen over het verleden. Die lijden aan waanideeën, noem maar op. Maar het punt eigenlijk hier is, het grotere punt is dat deze mensen nu gefaciliteerd worden door de politiek. Dus deze mensen die hebben last waarschijnlijk van posttraumatische stresssyndroom, van allerlei wanen, noem maar op. Maar dit wordt serieus genomen door wetenschappers, door politici, noem maar op. Dus zij faciliteren eigenlijk in deze waanideeën. En dat vind ik nog veel gevaarlijker dan dat je een aantal mensen hebt die zeggen van ja, we hebben geld, noem maar op. Want dat soort type mensen ga je altijd hebben in de samenleving. Maar dat weet je ook omdat links houdt van die slachtoffers. Het is gewoon de stroming binnen de linkse politiek. Ja. Meer slachtoffers creëren en er altijd zijn voor slachtoffers. Precies, ik las inderdaad, er was een onderzoek geweest dat zeg maar in de geschiedenislessen, dat er te weinig aandacht werd besteed aan hoe Nederland zich vroeger gedragen heeft met betrekking tot slaven. En dat inderdaad 1800 zoveel, dat er Nederlanders slaven dreven. En de wethouder voor onderwijs van Amsterdam heeft gezegd, ja, dit is schrijnend. Hier gaan we wat aan doen. Met andere woorden, we gaan nog meer kinderen en mensen in het onderwijs volgooien met het idee dat Nederland zo slecht is en dat wij zo slecht zijn. Precies. Maar kijk, wat ik ook opmerkelijk vind is, stel je voor, hè, Nederland betaalt 5 of 10 miljard aan de nabestaanden. Ja, wat dan? Is het dan voorbij? Hoeven we dan geen Kittikotti meer te vieren? Is het dan klaar met de herdenking van de slavernij? Zijn mensen dan blij? Wat gebeurt dan met het trauma? Is het trauma dan opeens weg? Weet je, hebben mensen dan geen last meer van het slavernijverleden? Hoe moeten we dat zien? Want het is inderdaad, jij stelt ook in dat filmpje een aantal keren vragen aan mensen van die zeggen van ja, ik heb er nog steeds last van. Ja, maar hoe dan? Is dat iets wat er even is? Of, en sommige mensen claimen er iedere dag last van te hebben. Maar dit zijn niet eens mensen die zelf slaaf waren, maar... Ja, precies, weet je. Dus dat is het absurde is dat... Kijk, in principe identificeren ze zich met hun groepsidentiteit. Dus de groep is iets aangedaan, in het verleden ooit. En het individu identificeert zich met het leed, met dat leed. Maar hoe kan je nou bijvoorbeeld, India was ook veroverd door moslims. 900 jaar bezet, mensen zijn verkracht, vermoord. Maar hoe kan ik die pijn dan voelen? Ik voel de pijn van mijn vader niet eens. Ik voel van mijn ouders die hier hard hebben gewerkt, die hebben gezwoegd. Als mijn vader nu struikelt, dan voel ik het niet. Dus hoe voelen deze mensen nou de pijn van hun voorouders?
heel moeilijk uit te leggen en te verklaren. Voel jij de pijn van je voorouders, Robert? Nee, maar dan zullen ze tegen mij zeggen, vanwege mijn white privilege, dat mijn voorouders geen pijn hadden. Terwijl, laat me eens, mijn oom en opa hebben de oorlog meegemaakt, zowel in Denemarken als in Nederland. En het ding is, ik voel de pijn niet. Maar Robert, als jij white privilege had, waarom ben je dan nog steeds op televisie dan? Waar was jouw white privilege tijdens de contractbesprekingen? Ja, maar het is zo makkelijk voor mij, Shashi. Zoveel makkelijker voor mij. Ja. Gewoon altijd geweest. Ik heb nooit tegenwerking gehad in mijn leven en in mijn carrière. Nee, want het is zo makkelijk allemaal. Ik heb ook geen pijn, hè. Emotioneel heb ik geen pijn. Door mijn huidskleur. Je begrijpt het niet, Shashi. Ja. Ik ben blank, geen pijn, geen problemen. Er is niks. Het leven is heerlijk, zo makkelijk allemaal. Precies, ja. Mijn hart is nooit gebroken. Ik ben nooit gekwetst. Ik ben nooit beledigd. Ik ben nooit ontslagen. Ja. Het is zo makkelijk voor mij. Het is echt bizar, weet je. Dat is echt bizar dat dit gewoon gemainstreamd wordt. En dat niemand hier iets over zegt. En niemand kritisch kijkt van, hé, maar wacht eens even. Hebben deze mensen wel of niet een punt? En dat ze kritisch eigenlijk dit onder de loep nemen. Niemand bespreekt dit kritisch. En het is, jij sprak dus in zo iemand. En dit is dus overduidelijk dat alles uit Amerika hier naartoe komt. Ja. Dit is echt zo'n typische social justice warrior, zoals dat heet. Het is zo'n meisje. Mm-hmm. En je denkt van, goh, zij zou, ja, die staat in het leven met blanke mensen zijn white privileged. Ja. En blanke mensen zo makkelijk. En voor blanke mensen het allemaal zo goed. En zij zelf ook blank. Nee, blank mag je niet zeggen, het is wit. Want dat wit, daar ik werd gecorrigeerd. Ik werd gecorrigeerd. Nou, laten we even kijken. En ken je trouwens nog mensen die last hebben van de slavernij, de gevolgen van de slavernij? Want er zijn mensen die zeggen van, ja, ik heb nog steeds last van de gevolgen van de slavernij. Alledaags racisme is er nog steeds. Kleine microagressies, discriminatie. Ik heb wit privilege, dus ik kan er moeilijk over meepraten. Wat heb je precies? Wit privilege. Wat is dat? Witte huidskleur. Wat is wit privilege? Privilege is dat je zit allemaal in dezelfde klas. Ja. Maar degene die vooraan zitten, die kunnen heel makkelijk hun propje papier in de prullenbak gooien. En mensen achteraan in de klas moeten net even veel meer moeite doen voor hetzelfde resultaat. Okay. Dat is privilege. Ik zit vooraan in de klas. Ja. Dus en wat is microagressie precies? Voor de kijkers die het niet weten. Hele kleine agressies, continu, elke dag. Waarmee je het elke keer tegenaan loopt. Ja. En het is niet eens zo vervelend bedoeld of zo. Het zijn kleine dingen. Maar wil jij zeggen dat een blank persoon per definitie een voor... wit persoon per definitie een voordeel heeft ten opzichte van mij, want ik ben bruin? Iedereen is anders. Ik kan niet voor iemand anders spreken. Maar wit privilege is toch absoluut? Het bestaat wel, maar voor elke persoon is het anders hoe die erin staat. Ongelooflijk. Zij gebruikt, Shashi, al die termen die je die Amerikaanse social justice warriors hoort. En ik bedoel, deze groep is zo groot van dit soort meisjes, die hier heel erg spijt van krijgen. Ja. Maar dat is dan te laat. Dan zijn ze 45 en dan wonen ze alleen op een flat met een kat. En hebben ze hun hele leven gemist. En zijn ze alleen maar bezig geweest met white privilege, microagressies. En het mooiste, die correctie, hè. Blank mag niet meer, wit is het nu, hè. Ja. En weet je wat heel opmerkelijk is? Op een gegeven moment zei ik tegen haar van, oké, maar ik ben bruin, jij bent dus blank. Heb jij dan white privilege over mij? En toen zei ze van, nou, dat kan ik niet zeggen, want elke situatie is anders. Maar als white privilege bestaat, dan moet het absoluut zijn. Dan moet je in elke sociale situatie als blanke een voordeel hebben. Maar dat kan je dus niet zeggen, want er zijn ook blanke mensen die in een lastige sociaal-economische positie zitten. En wil je dan zeggen dat die mensen een privilege hebben ten opzichte van donkere mensen die bijvoorbeeld hoogopgeleid zijn en miljonair zijn? Het mooie is, zij ontweek hem. Zij ontweek hem helemaal. Maar je had haar toen echt. En daarom dat filmpje, mensen moeten echt even. Het staat gewoon op jullie kanaal of jullie op je Up Network kanaal op YouTube. Ja. Mensen moeten het even kijken. Er zitten zoveel goede dingen. Ook die ene man die sprak, maar zat hij in de politiek? Want die zei dat die. Bij Partij van de Arbeid. Ja, al die gasten. Die zeiden, landen moeten in reine komen met hun donkere verleden. Maar waar houdt dat dan in vredesnaam op? Want nu ga ik mijn punt maken over die slavernij, wat ik helemaal zat ben. Ja. Blanke mensen zijn ook slaaf geweest in het verleden. Blanke mensen hebben die piramides gebouwd, maar blanke mensen waren ook nog in Amerika slaven. Ja. En die hadden dan wel een contractje of zo. Maar in dat contractje had je dezelfde rechten als een slaaf en werd je daar gewoon. En dat is ook 100 jaar geleden. Ja, klopt. Het feit,
Ja, waar was die waarschuwingsplicht? En mijn laatste punt, en dan wil ik horen wat jij ervan vindt. Maar het ding is, waarom moeten landen in het Rijn komen, de landen die, en de culturen, de westerse landen, die het juist afgeschaft hebben? Wij zijn de goede gasten. Ja. Wij hebben gezegd, dit is niet goed. Dit kan niet. Dus wij moeten gevierd worden dat wij geen slavernij meer hebben. Maar jonge mensen weten niet dat slavernij niet iets westers is. Door die kutfilms uit Hollywood denken ze echt dat wij verantwoordelijk zijn voor slavernij en dat wij het uitgevonden hebben. Terwijl slavernij bestaat nog steeds anno 2019, zelfs in Libië. Ja, precies. Weet je, we mogen blij zijn dat wij vieren dat wij slavernij hebben afgeschaft, maar er bestaat nog slavernij. In de Arabische wereld bestaat nog slavernij. Die Filipijnse dienstmeisjes in Saudi-Arabië, in Qatar, Indiërs en Pakistanen die zich doodwerken. Weet je, dus slavernij bestaat nog. Alleen daar hoor je ze niet heel over. Goed punt. Ga inderdaad naar Dubai en in je lekkere hotel. Praat eens met die mensen die daar werken. Moet je eens horen onder wat voor omstandigheden ze leven. Maar, en al die social justice warriors, Sashi, die met hun iPhones en al hun technologieën, weet je wel. Ze hebben het allemaal zo zwaar en moeilijk en weet ik wat. Met al die technologieën. Ja. En die worden allemaal in elkaar gezet door kinderen in China. Ja, precies. En dan praten ze over slavernij van 200 jaar geleden. En wij hebben het afgeschaft. Wij zijn de goeie in dit verhaal. Ja, precies. Maar los daarvan, kijk, stel je voor, hè, als hun redenatie zou kloppen en er zou sprake zijn van white privilege, hoe los je dat dan op? Wil je quota gaan instellen? Dus wil je dan blanke mensen dan gaan discrimineren om donkere mensen een voordeel te geven? Dus hun oplossing leidt ook weer tot discriminatie. Maar denk dus je niet dat weten zij natuurlijk ook, hè? Denk jij niet echt, en dat kan zelfs bij zo'n wit meisje, zo'n blank meisje zijn, dat ze blanke mensen haat. Ja. En dat ze echt voor overtuigd is dat blanke mensen slecht zijn. En blanke mensen moeten er minder van zijn. En er moeten meer mensen uit andere culturen komen en andere landen en andere kleuren. En weet ik veel, want dat is beter, want wij moeten gestraft worden. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, het zijn altijd dit soort type mensen, dat blank meisje die zichzelf en haar eigen cultuur relativeert. Maar de mensen die hier naartoe komen, de migranten, die relativeren hun cultuur niet. Nee. En dat is het probleem. Want je gaat nooit een moslim vinden, je gaat nooit iemand vinden uit een andere cultuur die hier naartoe komt en die zijn eigen cultuur relativeert. Natuurlijk, weet je, je hebt uitzonderingen, maar over het algemeen heb je dat niet. En dat is dus het probleem van die multiculturele samenleving. De ontvangende samenleving relativeert zijn eigen cultuur, terwijl de migranten hun cultuur als absoluut zien. En dat maar denk je niet dat heel veel migranten ons echt uitlachen van hoe wij bezig zijn? Ik zat laatst in een Uber. En een Marokkaanse Uber-chauffeur. We zaten zo openlijk te praten. Hij vond het leuk wat ik allemaal deed. Hij vond het mooi dat het uitdagend was, weet je wel. En hij zei, weet je, ik begrijp het zo goed. Hij zegt, wij uit Marokko, wij zijn heel trots op Marokko, op ons land. Waarom zouden jullie dat dan niet mogen zijn op jullie eigen land? Precies. Als je naar Turkije gaat, naar Marokko, overal ter wereld, mensen zijn trots op hun cultuur. Alleen hier in het Westen hebben we zoiets van, cultuurrelativisme, iedereen is gelijk. We moeten die standbeelden moeten weghalen, we moeten straatnamen verwisselen. Als je dat in India gaat zeggen, gaan mensen tegen je zeggen dat je laat mij jou een moeilijke vraag stellen. Denk jij dat wij onszelf, en dan heb ik het ons Nederland, zijn wij onszelf tegen elkaar aan het uitspelen of worden we bespeeld? Ja. Of allebei? Ik vind het een moeilijke vraag. Kijk, natuurlijk, je vraagt uit van een bepaalde intentie, maar die intentie maakt niet uit. Het gebeurt al. Mensen worden al tegen elkaar opgespeeld. Je ziet eigenlijk al dat bijvoorbeeld zo'n blank meisje die onzin heeft geïnternaliseerd en gelooft dat het de waarheid is. Dus mensen worden al tegen elkaar uitgespeeld en dat is het gevaar, dat mensen deze onzin Maar hoe wordt zij niet bevestigd als je naar de media kijkt? Hoe wordt zij niet bevestigd in haar denkbeeld? Ja. Als je al die films uit Hollywood kijkt, als je naar NPO 1 kijkt, waar komt zij een keer iets tegen dat ze er niet bevestigd wordt? Wanneer wordt ze eens met de feiten op het neus in het onderwijs ook niet eens meer? Want in die geschiedenisboeken komt wij zijn slecht. Ja, want er wordt gezegd in principe dat het slecht is, weet je. Alles wat rechts is en neigt naar rechts, wordt eigenlijk gezegd van dat mag je niet vinden, dat is racistisch, dat is fascistisch. En dat is het probleem, weet je. Dus al die postmodernistische ideeën, die slaan door. En onder het mom van inclusiviteit wordt het eigenlijk door onze strot doorgeduwd. Hey, jij, Sashi, we kunnen hier nog uren over praten. En dat gaan wij ook nog eens een keer doen. Wij gaan nog eens een keer een heel lange interview doen. Dan zetten we gewoon eens online. Dan gaan we zo'n uur en dan spreken we ergens af. En dan gaan we hier eens over praten.
praten. Want dit is zo fascinerend. Dit is ook zo van deze tijd. Dit speelt allemaal zo nu. En dit is ook zo'n tijdbom. Ja, zeker, zeker. Dit is echt heel gevaarlijk. Ik denk dat het echt... En weet je waar ik bang voor ben? Op het moment dat die herstelbetalingen komen, wat gaat er dan gebeuren? Je gaat zeker een reactie krijgen vanuit de samenleving. Die polarisatie gaat alleen maar erger worden. En deze mensen gaan niet stoppen. Deze mensen, het zijn nu herstelbetalingen. Wat is het volgende wat ze doen? Ja. Nou, daar gaan we volgende keer eens over hebben. Shashi, dames en heren, kijk allemaal dat filmpje bij Up Network hier op YouTube. Op hun website staat het ook ongetwijfeld. Shashi, tot de volgende keer. Dankjewel, jongen. Ja, dankjewel, Robert. Het geluid wat wij hier vertellen in het donkere en duistere nieuwsmedia, daar ga ik mee door. Mensen zijn gewoon hartstikke gek geworden. Nettergek. Helemaal gek geworden. Ben je gek geworden? En samen zijn we echt gek geworden. Zijn jullie gek geworden? Knettergek zijn we aan het worden. Het houdt maar niet op. Zoals jullie misschien nog kunnen herinneren, heb ik het vorige week gehad over... Het feit dat er heel veel mensen, en ik noem ze bijna duivelse mensen, er constant mee bezig zijn om ons zo slecht mogelijk te laten voelen over onszelf. En dat wij weerstand moeten bieden. Wij moeten die mensen helemaal niet meer volgen. Maar het gaat maar door. Hè? Het gaat, deze mensen houden nooit op. Ik ben een klimaatoptimist. Ik toon altijd aan wat er goed gaat rondom het klimaat. En wat ik al maanden zeg, zeker nog wat ik al jaren zeg, is dat de lucht die wij inademen in het Westen, schoner is dan eigenlijk de afgelopen 50 jaar. Ieder onderzoek wijst dat uit. De lucht wordt maar schoner. Dat is omdat wij daar bewust mee omgaan. Want begrijp me niet verkeerd. Ik hou natuurlijk ook van een schoon milieu en een schone lucht. Het enige is, je moet me geen fabeltjes gaan vertellen dat ik binnen nu en 10 jaar al mijn belastinggeld moet weggeven aan nutteloze projecten omdat de wereld vergaat. Dat is 1 grote leugen. Maar een schoon milieu, een schoon klimaat, daar zijn we allemaal voor. En dat is ook mooi. En daarom ben ik zo optimistisch en ben ik zo goed gestemd over ons. We zijn daar al 10 jaren zo goed mee bezig. En dat komt helemaal niet door die overdreven invloed van de overheid. Nee, dat doen we eigenlijk gewoon zelf. Omdat we dat zelf willen. We zijn er zelf ons bewust van. Maar mensen zijn nooit tevreden. En mensen willen ons constant slecht laten voelen over van alles. Want het is nooit goed genoeg. Ze houden nooit op. Hier, dit bericht. Waarom je vandaag de dag sneller verbrandt. Niet alleen de ozonlaag beschermt ons tegen de zon. Ook kleine deeltjes in de lucht die we niet kunnen zien, houden stralen tegen. Maar de laatste jaren steeds minder. Want sinds de jaren 80 hangt er minder roet en zwavel in de lucht. En dat komt door allerlei milieumaatregelen, zoals roetfilters voor auto's en fabrieken. Dus deze belachelijke vrouw, die laat ons slecht voelen over iets wat heel goed is. En sterker nog, het is natuurlijk gewoon complete nonsens. Wat geen nonsens is, is dat het schoner is dan ooit tevoren. Zelfs deze linkse klimaatheksen geven dit nu gewoon toe. Top toch? Daarom blijf ik een optimist en ben ik ook een optimist en is het alleen maar goed nieuws. Maar nee hoor, deze mensen, omdat ze toch controle willen hebben over onze gevoelens, dat ze onze schuldgevoel willen aanpraten, dat ze ons willen bespelen, blijven ze maar constant doemdenkerij naar binnen gooien bij ons. En dat het toch weer niet zo goed gaat als dat het daadwerkelijk gaat. Want nu verbranden we sneller. Omdat de lucht schoner is. Snap je de logica nog? Nu gaat het dus beter. Is de lucht schoner dan ooit? Maar het is gevaarlijk, want we verbranden sneller. Het is voor dit soort mensen nooit goed genoeg. En blijf op je hoede voor deze mensen. Negeer ze. Lach ze uit. En volg ze absoluut totaal niet. De maand juni was de warmste maand ooit. Kijk, ik ben in het meeste van juni in Nederland geweest. Er was helemaal niks zo raars aan de maand juni. En ik weet zeker, als jullie ook eerlijk toegeven, het was gewoon zo'n zomermaand in Nederland. Het begon met heel veel regen en toen werd het kouder en er werden een paar hele hete dagen. En dat was hem gewoon. Maar voor de NOS is dit natuurlijk weer heel duidelijk. Hè? Och, over 10 jaar wordt het toch erger. En dat tweet zelfs gekke Gerritje Hiemstra. Die verschrikkelijke weerman van het NOS Nieuws. Hier, dit tweet hij. Wen er maar aan. Dit is het nieuwe klimaat. Warmste juni ooit gemeten in Nederland en andere Europese landen. Hij maakt er meteen gebruik van. Maar het stomme is dat het moment dat als het heel koud is en ik bijvoorbeeld tweet
of een uitspraak doe. Van, zie je nou, hè, het is helemaal geen global warming. Kijk naar hoe koud het al is de hele maand, zoals de maand mei was. Dan krijg je meteen dezezelfde Gerrit Hiemstra. Ach, ze begrijpen het allemaal niet. Het weer is anders dan klimaat. Maar nu is het dan 0,1 graden warmer dan dat het, zeg maar, weet ik, van de afgelopen 20 jaar geweest is. 0,1 graden warmer. En wat zegt hij? Wen er maar vast aan. Met andere woorden, dan gaat die hele argumentatie niet meer op, hè, van weer en klimaat, dat dat verschillend is. Het is ongelooflijk. Maar goed, mijn woede richt zich niet tegen Gerrit Hiemstra. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Mijn woede richt zich tot al die mensen die met hem naar school zijn geweest en die zijn hoofd ooit tussen de spijlen van de trap getrokken hebben. Hij had daar nog steeds moeten zitten. Nou, het is zo'n onzin. Die Gerrit, hoe durft hij? Want weet je wat het ding is? We hebben deze week ook een anniversary meegemaakt van 30 jaar geleden werd deze voorspelling gedaan door de Verenigde Naties. Daar komt hij. Dit was 30 juni 1989. UN predicts disaster if global warming not checked. Heel duidelijk, de Verenigde Naties bracht in 1989 naar buiten dat we nog 10 jaar hadden. Nog 10 jaar hadden we. Nog 10 jaar. Dat was de eerste keer dat we die 10 jaar waarschuwing gekregen hebben. Die we dus net weer gekregen hebben. Maar dat was de derde 10 jaar waarschuwing. En in 10 jaar is helemaal niks veranderd. En dat hele gedoe dat het zo abnormaal is dat we in juni even een paar van die hele hete dagen hadden. Kijk hier eens naar. Een krantenknipsel uit 1947. Op 3 juni werd op vele plaatsen 34 graden gemeten. De tweede hittegolf duurde van 25 tot 30 juni. Op 27 juni werd een absoluut warmterecord gevestigd. In de Bild steeg het kwik die dag tot 36,8 graden. In Maastricht tot 38,4 graden. 1947. En dit wordt ook gewoon even genegeerd door dit soort gekke Gerritjes en de NOS met hun non-stop propaganda over die geleugenachtige climate change. In Overijssel, gisternacht, koudste julinacht ooit, nachtvorst in juli, opvallend fenomeen. Op 29 juni in Moskou, als we even buiten de landsgrens kijken, 29 juni was de koudste in meer dan 70 jaar in Moskou. Maar op dat moment zeggen zij natuurlijk weer van ho, 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 ho. Ja, maar dat is weer, dat is geen klimaat. De hypocrisie is echt ongekend. Maar het belangrijkste, er is niks aan de hand. Maak je geen zorgen. Alles wijst toch uit. Dit is gewoon heel normaal gedrag van de natuur. Maar het gevaar blijft natuurlijk dat we nu generaties hebben gehad die door dit soort mensen als de NOS, die door dit soort partijen helemaal gebrainwashed zijn. Ik kan het niet anders noemen dan brainwashing. En dat gaat tot op de dag van vandaag door. Jonge mensen die maar binnenkrijgen gegooid dat het zo erg is met het klimaat en dat het over 10 jaar geen leven meer is. Er is zoiets als, dat heet NOS Stories. Dat zit op YouTube en is bedoeld voor ja, kinderen, voor hele jonge mensen. En dat is vrij populair in die doelgroep, omdat ouders laten die kids dit gewoon kijken. En dit is hoe zij laatst climate change behandelden. We gaan het met je hebben over een van de verhitste discussies van dit moment. Over klimaatverandering. De een maakt zich er heel boos over. Zij laten ons dan achter in eigen troep. En dan moeten wij dat maar gaan oplossen terwijl zij het hebben veroorzaakt. De ander kan het niks schelen. Niet echt een hele groene keus. Nee. Of mensen weten niet wat ze ermee aan moeten. Ik weet eigenlijk niet. En voordat je misschien gaat haten in de comments, naast al die meningen krijg je van ons in deze video ook de feiten. Maar dan zeggen ze dus van de hele verhitte discussie van dit moment, daar ben ik het mee eens. Maar dat betekent dus dat het verhit is aan beide kanten en onze kant is aan het winnen hoor. Want de meerderheid gelooft hier helemaal niet in. Gelooft de media niet. Die straalt alleen maar uit dat we het er allemaal over eens zijn dat climate change zo'n gevaar is. De meerderheid gelooft het niet meer. Gelooft de media niet. Maar dus moeten ze eigenlijk twee kanten laten horen. Maar ze gaan nu dus feiten vertellen. Feiten vertellen. En kom dan eens met zo'n feit. De aarde warmt op, dat is een feit. Blijkt onafhankelijk van elkaar uit verschillende onderzoeken. Compleet gelul, het warmt helemaal niet meer op. Er is een enorme slowdown in hoe warm het wordt. En in vele plekken wordt het zelfs kouder. Iedereen weet het tegenwoordig al, de meerderheid weet. Ik hou erover op. Het is geen feit. Maar er komt nog een feit, wat ook geen feit is. Als je kijkt hoeveel broeikasgassen wij per inwoner in Nederland uitstoten, dan zijn we zo'n beetje de grootste vervuiler in Europa. Ja, dit is natuurlijk heel erg. Want hier wordt wederom een schuldgevoel neergelegd bij gewoon jonge kinderen. Afschuwelijk.
Want hier wordt echt gezegd van, het komt door ons. Het komt door ons in Nederland. Wij zijn heel slecht. We zijn het slechtste van Europa. En jouw ouders zijn het slechtste van Europa. En jij bent het slechtste van Europa. Terwijl het natuurlijk bullshit is. En zeker als je het vergelijkt met de uitstoot in fucking China. Het is heel erg wat hier gebeurt. Wat hier van propaganda met ons, van ons belastinggeld wordt uitgekieperd. Uitgekiept over jonge mensen. En dan wordt er natuurlijk weer een andere weerman bijgehaald. Gelukkig dit keer niet gekke Gerritje, maar iemand die net zo erg is. En dat hele andere klimaat, komt dat echt door ons, door de mens? We weten 100% zeker dat de huidige klimaatverandering veroorzaakt wordt door CO2, broeikasgassen die worden uitgestoten bij de verbranding van olie, van kolen en van gas. Ja, mijn bloed kookt gewoon van deze leugens. Ik ga er niks over zeggen, maar luister wat hier nog meer gezegd wordt door deze weerman en zogenaamde expert. De jongeren, Peter, die zijn echt wel heel erg boos en bang. Is dat terecht? In Nederland begint de zeespiegel langzaam steeds verder te stijgen. Hebben we bijvoorbeeld vorig jaar ook een hele droge zomer gehad. En dat is dan nog maar het begin. En zou het dan zomaar eens kunnen voorkomen dat de ijskappen zoveel smelten dat we hier overstromingen krijgen in Nederland? Ja, dat is wel waar je rekening mee moet houden als de opwarming echt heel hard doorgaat. Dat we misschien over 100 of 150 jaar wel zo'n hoge zeespiegelstijging hebben dat we sommige delen van Nederland eigenlijk niet meer goed kunnen beschermen. Ik ben sprakeloos. Ik ben echt hier sprakeloos van. Want je zou dan denken, van, omdat er een verhitte discussie over is, dat je de andere kant ook hoort. Die hoor je natuurlijk helemaal niet. Dit is pure, pure propaganda. Maar als je nou kijkt naar het NOS Stories, hè, dat is voornamelijk op Instagram en op YouTube, wat ik al zei, het is voor jonge mensen bedoeld. Laten we nou eens even kijken naar hun Instagram account. Wie volgen zij nou? Welke politici volgen deze mensen nou? Het NOS Stories, laten we eens kijken. Even kijken, NOS Stories hebben we hier. Oké, bij heel veel volgers wel, hè? Dat is toch wel indrukwekkend. Laten we eens kijken, minister-president, wordt die gevolgd? Nee, die wordt niet gevolgd. Klaas Dijkhoff, nee, die wordt ook niet gevolgd. Theo Hiddema van PVV, FVD, sorry Theo, nee, ook niet gevolgd. Thierry Baudet, natuurlijk een politieke sensatie. Wordt die ook geen volgers? Nou, laten we eens even kijken wat we hier hebben. Geert Wilders, laten we die ook eens proberen? Nee, natuurlijk ook niet. Nou, dan zal Jesse Klaver toch al ook niet gevolgd. Ah, Jesse Klaver wordt wel gevolgd door NOS Stories. Dit zegt toch gewoon genoeg, dames en heren. Ik blijf bij wat ik vorige week gezegd heb hier in deze show. De publieke omroep moet gesloten worden. 750 miljoen euro van ons belastinggeld gaat naar deze linkse propaganda. Dit kan niet meer anno 2019. Sluiten die handel. En kijk gewoon naar dit programma. Kijk gewoon naar ons voor het echte nieuws. Laat je kinderen kijken naar dit programma voor het echte nieuws. Het is zo belangrijk. En die gaan we mee door. Maar ik heb wel jullie steun nodig. Heel belangrijk. Kijk even naar dit. Rechtse politici kunnen hun werk door dit soort tuig bijna niet meer uitvoeren. En we moeten altijd gaan voor de waarheid en hoe het echt is. Wij proberen het op een positieve manier aan te pakken. Dus we laten ons niet meer intimideren. Het is allemaal zo nonsens en onzin. Het is dat echte mannen hierom kunnen lachen en het gewoon negeren. Maar moeten wij hier niet eens wat tegengas gaan geven? Wij hebben het winnende geluid, wij hebben het echte geluid. En we kunnen dit alleen maar doen door jullie steun. Steun Jensen. Steun het echte geluid. Het is alweer tijd voor de laatste ronde. Ik zeg het iedere week, de laatste ronde is altijd de lekkerste. Zoals beloofd zal ik wat meer vertellen over de toekomst van deze show en wat we met Jensen gaan doen. Zeg maar in het najaar, om het maar zo te zeggen. De zomervakantie komt eruit. Heel veel mensen die gaan natuurlijk op vakantie. En wij gaan ook een iets ander zomerschema invoeren vanaf volgende week. We gaan iedere week doen we nog op dinsdag een podcast. Op vrijdag doen we nog een videoshow zoals dit. Die is alleen iets korter. Voor de zomermaanden. Maar dan komen we eind augustus komen wij terug met niet twee keer in de week, maar vijf keer in de week. Dat gaan we voorbereiden de komende weken. Dus we zullen er de hele zomer zijn. Podcast op dinsdag, video op vrijdag. Maar vanaf eind augustus, vijf dagen in de week. Vijf dagen in de week, podcasts,
deze show. Je zal het zien. We gaan er hard aan werken de komende weken. En nogmaals, we doen dit dus allemaal met jullie steun. Dat weet je inmiddels. Het is heel belangrijk. www.jensen.nl. Maar wij gaan er vol in voor de rest van het jaar. Dat is onze toekomst. Dat zijn de plannen. Dan weet je dat bij deze. Nou, even een paar dingen die me op zijn gevallen deze week. Ik vond dit fantastisch. We hadden natuurlijk die G20, was het volgens mij, of was het 22, who cares, in Japan. En daar gebeurden een paar grappige dingen. Ik weet niet of jullie dit hebben gezien. Maar de premier van Spanje, die heet Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, dat is een hele linkse gast. Verschrikkelijke vent, kan ik je melden. Die had daar nooit moeten zitten. Die is gewoon met wat elleboogwerk en met de coalitievorming, met allemaal partijen waar die helemaal niks mee heeft, is die premier van Spanje. Geworden. Echt precies zoals links dat altijd doet. Zich worstelen naar die top, ook al willen de mensen het niet. Maar hij zit daar voorlopig. Ik weet, dat zal over een aantal jaren ongetwijfeld niet meer zo zijn. Maar die zag Trump lopen en die dacht misschien, ik ga Trump even aanspreken of die zal wel iets bij de hand gezegd hebben. Maar daar zie je dus even het verschil tussen zo'n wezeltje als zo'n weasel als Pedro Sanchez en zo'n leider als Donald Trump die zegt gewoon, ga zitten, weg jij. Prachtig. Sit down. Ik zat te genieten echt. Maar ook zeker van dit. Justin Trudeau, jullie weten, dat is de premier van Canada. Ik ben geen fan van dit huilende, pratende kapsel. Oeh, deze feminist. Oeh, verschrikkelijk. Justin Trudeau. Oeh. Maar die ging zitten op zijn plek. En hij zat naast de president van Brazilië, Bolsonaro. En ik kan me zo indenken dat zo'n slap ventje als Trudeau heel negatief is geweest over Bolsonaro. Waarschijnlijk dictator, Hitler. Hij zal ongetwijfeld iets gezegd hebben. En dat wist Bolsonaro natuurlijk. Maar dan zie je hoe zo'n weaseltje als Trudeau dan probeert aardig gevonden te worden. En die probeert hem een hand te geven. Nou, dat kreeg hij te weten. In the direction of the photographers in front of the flag. Prachtig, jij kan daar zo van genieten. Nog iets wat gisteren heeft plaatsgevonden, en dat is de 4th of July natuurlijk in Amerika. Dat was Nathan's Famous Hotdog Eating Contest. En hebben we vast allemaal wel eens gezien op televisie. Dat is waar die gasten allemaal die hotdogs naar binnen gooien. Nou, er zijn nu geluiden van links uit Amerika dat afgeschaft moet worden. Die hotdog eating contest. Want het is namelijk zo van, ja, zoveel mensen in de wereld die hebben honger. En dan zitten die mensen zitten daar allemaal hotdogs te eten op de 4th of July. Dat moet afgeschaft worden. En dat zou zo jammer zijn als ze daar ook weer een zin krijgen. Ik denk over niet dat het ze gaat lukken. Want die hotdog eating contest, ik moet er altijd zo om lachen. En ik ben, ik denk anderhalf jaar geleden, ben ik bij een van die voorrondes geweest. Van zo'n hotdog eating contest. Zeker van deze grote finale. Dit was de halve finale. Die vond plaats in Las Vegas. En ik heb daartoe gefilmd. Kijk nog een klein stuk. Ja, ik kan er zo van genieten. Ik weet, het is zo dom, maar het is zo grappig. 3, 2, 1. Zo dom, maar zo goed. Ja, ik kan er nog steeds op lachen als ik het zo terugzie. Maar de winnaar van die halve finale was dus Rich the Machine Eating Lefevre. En die sprak ik even na afloop, zeg maar het winnaarsinterview. En het was natuurlijk heel raar als iemand net 30 hotdogs naar binnen heeft gewerkt, hè, om dan te praten. En ik stelde ook net de verkeerde vraag die iemand niet moet stellen die net 30 hotdogs naar binnen gewurmd heeft.
You're going to go to the grand final on 4th of July? Yeah. Wow, but those guys you're up against there, Joey Chestnut, they'll be tough. So you hit 30, right? No. So what are you going to do now? Eat a few more hot dogs and then... Edward, forgot something! Dat had ik niet moeten zeggen. No. Forgot something! Hang in there. Congratulations! Ik moest echt niet meer een hot dog stinken. You gotta get the hell out of here. De hot dog eating contest. Dat die maar nooit afgeschaft mag worden. Jongens, dit was hem weer voor vandaag. Dus vergeet niet, het nieuwe zomerschema is iedere dinsdag een nieuwe podcast online. En iedere vrijdag een video. En dan vanaf eind augustus, 5 dagen in de week, Jensen. Iedere dag wat nieuws. Dus dat komt er allemaal aan. Het gezonde verstand. Het winnende verstand. Het echte geluid. Ga door en je vindt het alleen hier. Met jullie steun. Ga naar www.jensen.nl. Want jongens, we zijn pas net begonnen. Jensen, een legendarische talkshow. Meer dan 650 keer interviewde Jensen de bekendste namen op geheel eigen wijze. You turned 40, but you look much older. You fucker. Niet alleen uit de showbiz, maar ook uit de politiek. Als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Jensen was anders. Brutaal, eerlijk en vooral niet politiek correct. I knew you wouldn't get enough of my balls. I'm really into it. So, I can't stop thinking about him. In de mainstream media zorgde hij altijd voor een ander geluid. Sommigen vonden het een gevaarlijk geluid. Jensen trok zich er niks van aan. I've been on a lot of TV shows, I've been all over the world, but this is the livest motherfucking TV show I ever been on. In 2016 vond er een grote verandering in de wereld plaats, waar de media hun kijkers week aan week over voorlogen. Jensen wilde het echte verhaal vertellen en trok dwars door Amerika op zoek naar de waarheid. Hillary, if I would have invited her here, I'd probably have to shoot her. Het opende de ogen van Jensen. Hij wist al lang dat de media er een politieke agenda op nahoudt en kon het niet langer aanzien. Vanaf dat moment laat Jensen met zijn talkshow en de Jensen podcast een nieuw, eerlijk en belangrijk geluid horen in de vooringenomen mediawereld. Hij zette eindelijk de klimaatdiscussie op scherp. Jij schrijft stukjes om kleine kinderen bang te maken dat er over 10 jaar niks meer is op deze planeet. Ook de linkse indoctrinatie op scholen zet hij op de kaart. Jullie waren het zat? Elke keer als we op school het over politiek hebben, ja, je krijgt alleen links geluid terug te horen. En durft eindelijk gevoelige onderwerpen eerlijk te bespreken. Maar hij betaalt hiervoor de prijs. Jensen stopt. Waarom lukt het maar niet om met het rechtse geluid voet aan de grond te krijgen? De linkse media smulden van het einde van de talkshow. Maar hij gaat door. Weg van de traditionele media, compleet onafhankelijk. Welkom, daar zijn we weer. Aflevering 2 van Jensen in de vrije, open, nieuwe wereld. En dan kunnen ze zeg maar met z'n allen kunnen ze jou aanvallen. Ze komen steeds van verschillende kanten ook. Eén frontaal en dan de andere komen vanuit de flank. Een campagne voeren voor kandidaten met een rechtse of conservatieve signatuur wordt steeds gevaarlijker. Kijk, wat ze zeggen eigenlijk, op het moment dat je het niet eens bent met een persoon, dan is toegestaan om een geweldsaspect toe te voegen in het debat. Daarom durven we dit aan te snijden en het is ook heel goed dat we dit doen. Maar daar heeft hij jouw hulp bij nodig. Steun Jensen op jensen.nl, zodat hij kan blijven strijden voor een eerlijk geluid. Dames en heren, maak je geen zorgen. Wij houden hier heel goed in de gaten hoe de media zich gedraagt. En wij zullen de media hierop aanspreken. Bouw mee aan een nieuwe stroming in de media. Steun het gezond verstand. Steun de winnaars. Het echte geluid. Het geluid van gezond verstand. Het winnende geluid. Het winnende geluid in 2019 laat zich niet meer onderdrukken. De tijden zijn veranderd. Ik ben pas net begonnen. Ben er maar vast aan. Steun het echte geluid.